Hey iedereen, als je wil weten waarom ik hier zo moe uitzie, dan moet je vooral blijven kijken. Zo dadelijk. Ik heb hier de brug van het achterste moerend, vlak bij mij thuis, een heel repeat training gedaan. Lopend, zoals je kan zien. Dus de bedoeling is dat ik naar die kant van de brug zo dadelijk naar beneden loop. En dan eigenlijk terug naar boven loop aan 10 km pace. Voor mij is dat op deze moment rond de 3 minuten 20 per kilometer. En afhankelijk van het gevoel, want ik heb vandaag al een lange dag gehad, vergadering, heel erg lesgegeven. Deze morgen heb ik ook al een zwemtraining gedaan van ongeveer 3,5 kilometer met een beetje intensiteit in. Afhankelijk van het gevoel ga ik opbouwen naar 5 kilometer pace, dat is rond 3 minuten en 10 de kilometer. Dus we gaan zien hoe dat gaat. Ik weet nog niet hoeveel dat ik er ga doen, maar dat gaat ergens tussen de 8 en de 12 reps zijn. Want ja, het is de bedoeling dat die training wel in de kleren klapt, dat daar een beetje kracht ook in zit, vandaar ook het gegeven hill repeats. Maar het is niet de bedoeling dat ik me helemaal choco loop, om zo te zeggen. Het is echt een druk, ik ga er zeker nog 4 doen, want ik voel me eigenlijk best wel goed. Ik ga best wel vlot en ik merk ook dat de hartslag heel snel terug daalt. In het naar beneden lopen, dus dat is wel een goed teken. Dus ja, we gaan er nog zeker 4 bij aanbrengen. Start het Belgisch triathlonseizoen in Dieksmuiden, helemaal in West-Vlaanderen. De bedoeling is dat er nog gezwommen wordt in een zwembad, want zoals dat je ziet is het vandaag typisch Belgisch weer. Kasseien is niet echt mijn geliefkoosd terrein. Oh man. Dat zie je ook wel aan mijn lichaamsbouw, denk ik. Ik wil meer hebben van beklimmingen en het liefst beklimmingen van de langere soort. Maar het is de enige optie in België als je in maart al een competitie wil doen. Dus ik trek morgen naar Hinder. Een beetje een eindebroek voor de kasseien. We zijn vandaag een beetje losgereden. Thermovesta van G-Skin. Goed materiaal. Een van de betere thermovesten die ik ooit al heb gereden. En een goede positie en houding vooral vinden op die fiets voor morgen die 2 keer dat ik als kasseistrook in het parcours zit, eigenlijk te overleven. En dan is het mensen omhoog en rustig. Oké, zwemmers van reeks 6. Alweer klaar. 3, 2, 1, go! Aan de finishlijn passeren. Vierde, vijfde.